Niet grotere concurrentie in het traditionele bankbedrijf, maar eerder de wens om te groeien maakte dat banken de afgelopen 20, 30 jaar van relatiegericht bankieren naar transactiegericht bankieren zijn gegaan. En als neveneffect zijn de rentemarges van banken gedaald. De afgelopen 20, 30 jaar heeft er duidelijk een strategische verschuiving plaatsgevonden. Zeker in ontwikkelde economieën, waaronder Europese landen, maar ook Amerika, waarin in dit onderzoek bijvoorbeeld naar gekeken is. Van een traditioneel verdienmodel, namelijk het relatiegerichte bankieren, naar een nieuwer verdienmodel met een hogere schaalbaarheid, namelijk transactiegerichte financiële bemiddeling. En welk model je aanhangt, heeft een impact op de hoogte van de rentemarges van een bank. En daar heb ik naar gekeken. Het traditionele relatiegerichte bankmodel focust op langdurige klantrelaties, meerdere transacties met één klant, een band met lokale markten. Vaak doet een bank daarin grote investeringen echt in informatie over één klant of over één sector waarin de bank zich specialiseert. Dat maakt juist die informatievoordelen en die lokale marktmacht dat een bank hogere rentemarges kan verdienen. Wat niet per se ten nadele van de klant hoeft te zijn waar die een goede relatie mee kan hebben. Echter, in het andere verdienmodel, dus het transactiegerichte model, gaat het om losse transacties en om grote schaalbaarheid. Dus bijvoorbeeld financiering aangetrokken van de financiële markten, het verstrekken van leningen, vervolgens verpakken en weer doorverkopen, dus kortstondige relaties, daar wordt weinig waarde toegevoegd. Dus per product is die marge heel laag. Het gaat hem om de schaalbaarheid waar zo'n bank zijn geld mee verdient. Dus inderdaad, uit het onderzoek blijkt dat wanneer een bank zich meer focust op het traditionele relatiebankieren, zijn zijn marges stukken hoger. En als een bank juist naar dat nieuwere model overgaat, worden de marges aanzienlijk lager. En dat is een belangrijk onderdeel van de verklaring van de dalende rentemarges in dat soort ontwikkelde landen de afgelopen 20, 30 jaar. Heeft het ook gevolgen gehad voor de rendementen van banken? Zijdelings hebben we ook gekeken naar de rendementen voor aandeelhouders, maar ook bijvoorbeeld de rendementen op totale activa van een bank. Daaruit bleek dat de rendementen van transactiegerichte banken vaak hoger waren in de aanloop naar de crisis. Maar ook in die tijden dat het nog goed ging, bij wijze van, waren die rendementen volatieler dan die van banken in dit onderzoek die meer op relaties gefocust waren, de traditionelere banken. Die waren wel winstgevend, maar bescheidener. En wat je zag tijdens de crisisjaren is dat de rendementen gemiddeld van de transactiebanken nihil werden dan wel negatief. En dat de rendementen van meer relatiegerichte banken gemiddeld positief bleven tijdens de crisisjaren. Nou, dit soort bevindingen roepen inderdaad vragen op, ook over de gewenstheid van die algehele verschuiving de afgelopen 20, 30 jaar naar de transactiegerichte bankieren.